We gaan een kruidcake maken in de Philips Airfryer. Het is een hele makkelijke kruidcake, want je hoeft alleen maar water toe te voegen. Dus ik houd het lekker simpel. Nou, in de verpakking zit eigenlijk gewoon alleen een bakmix. En het enige wat je hoeft toe te voegen is 225 ml lauw water in een beslagkom. En het te mengen met een spatel tot een glad beslag. Nou, we voegen er het lauwwarme water eventjes aan toe. En dan mengen we het met een spatel totdat we een mooi glad beslag hebben. Je kan natuurlijk ook eventjes door een zeef halen om helemaal te voorkomen dat je klontjes krijgt. Maar volgens mij moet dit prima gaan. Kijk, zoals je ziet heb je een heel mooi glad beslag. En ik heb hier ook een aantal bakvormen staan. Dit is het grote bakaccessoire voor de Philips Airfryer XXL modellen. Dus echt een groot accessoire. De kleinere variant is deze. Dit is het normale bakaccessoire. Die past ook in XL airfryers, maar ook dus te gebruiken voor XXL airfryers. Je hebt ook universele bakaccessoires, zoals deze. Deze is een stukje lager. Metalen bakaccessoires. Maar je hebt dus ook van deze flexibele siliconen bakaccessoires. Deze heeft ribbels in de bodem. Heeft ook een beetje een bolling aan de onderzijde. Zijn makkelijk schoon te maken. En zijn ook prima te gebruiken, maar ik vind deze ribbels op de bodem niet geschikt voor een cake. Maar ik ga voor deze cake mix kiezen voor dit bakaccessoire. Deze is namelijk dus iets kleiner dan het grote bakaccessoire. Zo zie je ze naast elkaar. Hij is iets lager en iets kleiner in oppervlakte. Ik heb deze cake mix ook een keer gemaakt in het grote bakaccessoire. Komt er dan verder prima uit, maar je krijgt dan wel een lage cake. En ik wil kijken of ik een wat hogere cake kan maken. Dus vandaar dat ik dit bakaccessoire gebruik. Is ook perfect om te gebruiken voor brood trouwens, dit accessoire. Ik spray eventjes het bakvormpje heel lichtjes in met wat bakspray. Ik gebruik deze bakspray van Dr. Oetker. Je kan ook wat boter gebruiken, geen enkel probleem. En dan gaan we de vorm gaan we vullen met de mix. De cake mix zit in de bakvorm en nu gaan we kijken hoe lang deze moet in de airfryer. Ik plaats hem zo in de mand van de airfryer. Op de verpakking staan verschillende baktijden en bakadviezen. Ik kies voor de hete luchtoven op 145 graden met een baktijd van, nou ja, hier zegt hij 55 tot 65 minuten. Maar ik kies eerst eventjes voor 45 minuten, omdat de intensiteit in een airfryer, het rendement is gewoon een stuk hoger dan in een normale oven. Dus we gaan de airfryer even instellen. Oké, we gaan voor manueel koken. Dan stel ik hem in op 45 minuten. Op 145 graden. Nog even één keer checken of dat past. Ja, 145 graden. En dan ga ik hier kiezen voor lage luchtcirculatie. Dat betekent dus de luchtcirculatie met 50% in de airfryer afneemt. Dus de ventilator zal wat minder krachtig zijn en de airfryer zal dus ook wat stiller opereren. Dus hier zie je de cake nogmaals, of de cake mix in de airfryer. Hij is ongeveer half hoog, dus we gaan kijken of die ook een beetje omhoog komt in de airfryer. Dus we doen de airfryer dicht en zeggen start. En we gaan beginnen. Ik heb de schudindicator aanstaan. Dat betekent dat die halverwege de baktijd eventjes gaat aangeven dat je moet schudden. Is voor een cake natuurlijk helemaal niet nodig. Maar we gaan toch eventjes kijken hoe de cake eruit ziet momenteel. Je ziet dat die echt mooi omhoog komt. En we zitten halverwege de baktijd. Hij wordt niet te donker aan de bovenkant. Dus dat is helemaal top. Dus we doen hem gauw dicht. Dus 145 graden, nog 22 minuten. En dan gaan we ook goed kijken of de binnenkant van de cake goed de temperatuur is. Nog 2 minuutjes en dan is de cake bijna klaar. We kunnen eventjes snel kijken hoe het eruit ziet. Dan open ik eventjes de airfryer en dan zie je dat de cake er super mooi uitziet. Nu kun je er ook voor kiezen om de temperatuur eventjes nog wat hoger te zetten de laatste paar minuten. En je kan dan ook de luchtcirculatie wat hoger zetten. Daarmee zorg je ervoor dat de bovenkant van de cake wat donkerder kleurt of wat krokanter wordt. Daar kun je voor kiezen. Ik hou hem gewoon eventjes zoals het is. Maar zo kun je dus op het laatste moment nog eventjes spelen met je airfryer settings om het gewenste resultaat te bereiken. Nog 2 minuutjes en dan is de cake klaar. Oké, de tijd zit erop. En ik zeg nu wel dat de cake klaar is.
Maar we gaan natuurlijk even controleren of de binnenkant van de cake daadwerkelijk goed gaar is. Nou, ik doe de airfryer gewoon eventjes open. En zie hier hoe de cake er momenteel uitziet. Ja, het ziet er veelbelovend uit. Dus ik prik hem even in het dikste gedeelte. Doe ik eventjes een satéprikker. Ik kan de bodem raken. Dus hij zit er precies in. Ik doe er gewoon nog eentje op een ander gedeelte van de cake. Zo. Dan halen we hem eruit. En dan zien we dat er geen enkel cakebeslag meer blijft plakken aan het stokje. Nog eentje. Ook hier, er blijft niks plakken aan het stokje. Dus dat betekent dat de cake gaar is. Ik laat de cake eventjes afkoelen en dan ga ik hem uit de bakvorm halen. En dan gaan we kijken hoe de onderkant er ook uitziet en hoe de binnenkant van de cake eruit ziet. En we gaan de cake gaan we uit de vorm halen. Ik doe hem eventjes op de kop. Even een beetje schudden. Zo. En dan komt de cake mooi uit de bakvorm. Hij is nog wel heel lichtjes, een beetje plakkerig, maar het is een beetje een kruidcake. Het is een beetje een soort kruidkoek, ontbijtkoekachtige textuur heeft het. Nou, zo ziet hij er super netjes uit. En de binnenkant van de bakvorm, die ziet er in dit geval zo uit. Er zitten wel een klein beetje ja, wat restjes op de bodem. En ik laat hem eventjes op de kop liggen, zodat dit eventjes goed kan luchten. Ik heb inmiddels het bakvorm even afgespoeld. En je ziet dat het is zo snel schoon. Stel dat nou de onderkant van deze cake niet helemaal naar jouw wens is. Of dat jouw airfryer die onderkant niet goed kan garen. Dan kun je natuurlijk altijd de cake ondersteboven weer terug in je airfryer leggen. Dan kun je gewoon heel eventjes die onderkant verder garen. En dan heb je een hele mooie cake. Volgende tip. Een geelroostertje. Daar kun je natuurlijk ook eventjes zo de cake op plaatsen. Dan kan die aan de onderkant gewoon ook een beetje doorluchten. Zodat ja, de cake goed kan afkoelen en dat je dan uiteindelijk een lekker plakje cake kan snijden. Dus ik moet zeggen, de eerste test met deze cake uit de airfryer, die ziet er gewoon super goed uit. Ik ga eventjes een plakje snijden om te kijken of die van binnen net zo lekker is, als dat die er van buiten uitziet. En nu natuurlijk het leukste wat er is, en dat is de cake eventjes aansnijden. Dan snij je een mooi reepje af. Je ziet dat die mooi krokant is aan de bovenkant. Mooi zacht en luchtig van binnen. Je ziet hier mooi rondomheen. Dat hij goed gebakken is. Mooi luchtig cakeje. Het is echt gewoon hartstikke lekker. Het is een kruidkoekcake. Natuurlijk een hartstikke makkelijke. Je hoeft alleen maar water toe te voegen. Iets wat makkelijk is, kan natuurlijk ook hartstikke lekker zijn. Dus probeer dit soort dingetjes uit in je airfryer met de bakvorm. En ik wens je veel succes met bakken. Veel plezier. En vergeet ook niet te abonneren hieronder op mijn kanaal voor meer video's over airfryers. Bedankt en ik zie je de volgende keer.